We kijken even naar de menu geometrie en meten. Dus je kunt bepaalde zaken meten binnen CondaCam. Bijvoorbeeld een enkel punt. Dat wordt altijd ten opzichte van het nulpunt gedaan die hier ligt. Dat zie je aan dat tekentje. En onderin deze hoek heb je een hoekpunt met de coördinaten 199 y en een z-waarde van min 65. Andere manier om iets te meten is de hoek tussen twee lijnen of drie punten. Bijvoorbeeld je zegt van dit punt is het origine. De oorsprong wijs ik hier een punt aan waarmee ik een lijn definieer en ik wijs een derde punt aan. Bijvoorbeeld op het einde van deze lijn en die zegt me dan dat de hoek tussen deze twee lijnen 90 graden is. Zo kun je de afstand tussen twee punten ook meten. Bijvoorbeeld het einde van die, dat is natuurlijk afhankelijk van de vangpunten die geactiveerd zijn, wat voor een punt je kunt aanwijzen. Tot bijvoorbeeld dat punt daarboven. En je ziet x 72 en y 145. Een andere manier om te meten is radius of een cirkelboog. Je hebt hier bijvoorbeeld de radius, die klik je aan en dan zegt de radius is 10. En nog een andere manier om iets te meten is een ruimtelijke dimensie. Je wilt bijvoorbeeld weten dit vlak hier, wat voor een z-waarde die heeft. Hij ligt namelijk in 1 z en wat de uiterste waarden zijn ten opzichte van de uiterste waarden van dit vlak zijn in x en in y. Dus we gaan naar meten, ruimtelijke dimensies. We klikken dit vlak aan en je ziet x 72. Dat betekent dus dat de breedte 72 is in de maximale breedte en de maximale hoogte is 38 en het verschil in z is 0 en dat klopt. Dus je ziet, je kunt met geometrie meten een aantal dimensies gewoon even opvragen binnen CondaCam. Probeer